Dennis, ik ben Renske en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe GTA 5 commentary. En de gameplay die jullie op de achtergrond zien is al pre-recorded. Deze gameplay is al van een tijd geleden. Het is in ieder geval wel echt een fucking vette race. Ik vond hem echt fantastisch. Dit is een GTA race, dus je kunt constant power-ups oppakken. Waaronder raketten, shield volgens mij, of shield zit er volgens mij in, raketten en boost. En dat vind ik op zich wel erg leuk en de race is gewoon episch. Er gebeuren gewoon wat epische dingen. En ja, ik ben gewoon weer de eindbaas, hè. Dus ik zou zeggen, enjoy the gameplay. En ik denk dat je de gameplay wel leuk zult vinden. In ieder geval, vandaag wil ik het met jullie hebben over GTA. Vrij logisch in een GTA-commentary. En trouwens, ik mis hier die checkpoint. Ik kan gelukkig constant hier omrijden. Die checkpoint ligt echt op een klote plek. Als je dat hard rijdt, dan rij je hem altijd mis. Maar deze commentary gaat dus over GTA. En ten eerste over GTA zelf. Ten tweede over mijn GTA-content. En dat komt een beetje omdat ik word... redelijk vaak gevraagd over GTA content, zeg maar, wanneer komt er weer een nieuwe GTA video? En ik wou dat eigenlijk ongeveer drie keer, hey, een mug, fuck, kutbeest. Ik wou dat eigenlijk ongeveer drie keer in de week doen. En ja, ik weet niet of dat nou gelukt is, volgens mij heb ik dat twee keer in de week gedaan. In ieder geval, wat me opvalt is gewoon ten eerste, de content wordt minder bekeken. Nou, het valt op zich nog niet helemaal niet tegen, want het wordt nog veel meer bekeken als Call of Duty. Dus in dat opzicht interesseert het me niet. Maar de video's worden wel veel slechter geliked en zo, veel dislikes en bladibladibla. En dat snap ik geheel. En waarom dat komt is denk ik grotendeels door de content. Want GTA Online Adventures is gewoon heel moeilijk om te uploaden. En vooral om te recorden is eigenlijk hetzelfde. Want ik weet zelf echt totaal niet meer wat ik in GTA moet doen. Want Online Adventures is volledig freeroom. Ik heb natuurlijk die andere GTA serie nog. Dat is races en missies en van alles door elkaar. Dat wordt op zich nog wel wat beter bekeken. Maar Online Adventures is gewoon enorm moeilijk. En dat komt omdat de freeroom gewoon van GTA echt dood is. En ik heb het hier een tijdje geleden al over gehad, van dat GTA eigenlijk al een beetje aan het sterven is, want het is nou meer dan een jaar oud. In september was het een jaar oud en het is nou dus oktober. En ik denk echt dat we nou een begrafenis kunnen gaan regelen, want de game is gewoon echt in mijn ogen dood. In ieder geval de freeroom. Ik zou racen zo, dat is wel leuk. Die actie was zo sick. Dat was mijn maat voor mij, dat was niet bedoeld, maar dat was wel fucking badass. Maar zoals ik al zei, de freeroom is gewoon dood, want als jij nou nog freeroom gaat spelen, doet eigenlijk niemand nog iets. Eerst was het altijd dikke sensatie, overal tanks en jets en mensen die elkaar afschoten, veel bounties ook en dat soort dingen. En dat heb je nou niet meer. Je hebt zo nu en dan nog wel mensen die met helikopters een beetje rondvliegen en jets, maar eigenlijk bijna niks meer doen. En de meeste mensen zitten gewoon een beetje kansloos rond te rijden, net zoals ik eigenlijk nou doe. En dat is niet wat jullie graag zien, want dat heb ik de laatste paar Online Adventures episodes al geüpload. En dan merk je gewoon dat mensen dat ook gewoon niet graag zien. Denken van, ja, what the fuck is dit? En meestal zijn dat ook langere video's. Want dan bijvoorbeeld 40 minuten video. Omdat je dan de eerste 20 minuten niks kan doen. Omdat je eigenlijk niemand tegenkomt. En allemaal saaie shit. En dan heb je even één keer een leuk stukje. En dan kan ik misschien beter die video's knippen. En dat is dan ook wat ik waarschijnlijk voortaan ga doen. Dat het gewoon video's worden van 10 tot 15 minuten. Maar heel veel mensen zeggen al heel dat, ah, doe langere video's, weet je wel. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen dat niet graag zien. Omdat er is gewoon niet heel veel sensatie. En dat is wat mensen graag willen in een GTA video. En dat komt gewoon door de lobby's. Je bent zeer afhankelijk van de lobby's. En als mensen in de lobby's niks doen, dan ben je fucked. En er zijn eigenlijk twee soorten lobby's. De ene lobby, dat is een uitgestorven lobby waarbij niemand iets doet. En de tweede lobby is een kut lobby. Waarbij iedereen eigenlijk irritant zit te doen met stickies en zijn tonno's en... Ja, gewoon allemaal irritante klote dingen. Je snapt wel wat ik daarmee bedoel. Je kent ze zelf wel. Het is gewoon een beetje moeilijk uitleggen. Maar van die mensen die bijvoorbeeld in Zentornos rijden. Alleen maar achteruit rijden. En dan stickies gooien of achteruit schieten. En dat is fucking irritant. En waarom dat zo irritant is. Is omdat bij bijvoorbeeld een Zentorno is dat. Het is maar meer auto's. Maar vooral de Zentorno. Kun je achter niet door dat raampje in schieten. Dat is echt heel moeilijk. En je krijgt bijna nooit hits. Niet met een assault rifle. Niet met een subby. Niet sniper. Maar ook zelfs niet met een minigun. Ik heb het net nog geprobeerd. Ik heb hiervoor net... Een sessie proberen op te nemen. Ik ben denk ik ongeveer anderhalf uur bezig geweest met recorden. Constant een nieuwe lobby zoeken naar iets leuks. En als je dan een keer een lobby vindt, dan is het toch weer een klote lobby waarbij iedereen echt fucking irritant zit te doen. En niet echt iets interessants. Geen sensatie wat wij eigenlijk allemaal willen zien. En heel veel mensen zeggen dan, ga bijvoorbeeld met de crew opnemen. Of ga met andere YouTubers opnemen ofzo. En met de crew dat is leuk. Alleen soms dan ken ik mensen of zie ik mensen van de crew in mijn video's. Of in mijn matches moet ik eigenlijk zeggen. In de lobby's. En dan het enige wat die mensen doen is ook een beetje achterna rijden. Omdat zij ook niet weten wat je moet doen. Die rijden je achterna. Die willen foto's maken. En die willen je auto stappen. En die willen dat jij met hen meerijdt en zo. Dat is leuk, weet je wel. Maar dat is niet iets waar andere mensen graag naar kijken. En dat geef ik toe.
En daarom is de content ook steeds slechter in GTA. En dat is ook wat ik zelf gewoon zie. Ik vind zelf mijn GTA video's ook steeds minder leuk worden. En ik geef eerlijk toe, ik heb nou meer plezier in mijn tweede kanaal als in mijn eerste kanaal. Op mijn tweede kanaal upload ik nou singleplayer games. Dus op het moment Far Cry. Ik heb daarvoor Outlast gedaan, een horror game. En Uncharted 2. En daar ben ik dus bezig met Far Cry. En ik vind dat op zich nou leuk, want wat moet ik nou uploaden op mijn main channel? Call of Duty wordt totaal niet meer bekeken, maakt niet uit wat je uploadt. Ghost, dat is gewoon een game die iedereen haat volgens mij. Black Ops 2, ja, die is nou 2 jaar oud. Nou, daar ziet eigenlijk ook niet iedereen nog met plezier. En ik geef toe, ik vind het ook steeds minder leuk worden. En oude Call of Duty's, heel veel mensen zeggen oude Call of Duty's doen. Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Nou, ik geef heel leuk toe, die content van mij wordt ook niet bekeken, dus ja. Het is gewoon een beetje saai. Dit is ook een saaie periode. Dat is voor iedereen. Dat is voor heel YouTube. Kijk maar eens een beetje rond. Dus niet alleen bij mij. Het is gewoon een beetje moeilijk. En dadelijk in november komen de nieuwe games. Dus de nieuwe Call of Duty. En de next gen versie van GTA. En dan wordt het allemaal nog veel meer bekeken. Dan is er weer veel meer te doen. En ja, ik ben benieuwd of dan Heist eindelijk uitkomt. Ik zou zeggen, zet het maar in je agenda. 2044 komt Heist uit. Nee, maar even serieus jongens. Die game mode is zo lang uitgesteld. Dat daar ook niemand meer op zit te wachten. Dus in mijn ogen is GTA dood. En ik vind het jammer. En ik denk niet dat het nog echt te redden valt. Ik wil voor jullie nog wel wat video's uploaden. Als jullie gewoon wat leuke dingen weten van mij. Om te gaan doen. Bijvoorbeeld wat challenges of zo. Laat ze maar achter in de comments. Maar ik vraag jullie één ding. Spelen jullie nog steeds GTA? Geef daar maar eens een antwoord op. En dat was eigenlijk een beetje de video. Dus als je die video leuk vond, laat in ieder geval een like achter. De race was denk ik wel leuk om te bekijken. Dus hopelijk dat jullie daarvan hebben genoten. Bij de rest, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. En kijk anders een keertje op mijn tweede kanaal trouwens. @DennisKplays. Of dat is van Twitter. Fuck it. DennisKplays. Je snapt het. Houd wel.